Dankjewel. Lakens, die zien er dus zo uit. Dankjewel. Lakens. Als je die zusters. En de kussens lopen zien er zo uit. Vandaag heeft de overhandiging plaatsgevonden van 273 beddenlakens en 278 kussens lopen. We weten dat de noden hoog zijn in het ziekenhuis. Ik heb als volksvertegenwoordiger een aantal keren verzoekjes van mensen binnen gehad. Van mevrouw Mandrik, kunt u ons helpen? Heel vaak komen er mensen hier liggen in het ziekenhuis. Van kunt u ons helpen met beddenlakens, met kussens lopen? We zijn hier natuurlijk heel erg blij met elke gest die wordt gedaan. Zoals u weet heeft de zorg het heel erg moeilijk. En in principe kunnen we alle biertjes gebruiken. Dus elk gebaar, hoe klein ook, is natuurlijk welkom. Geven aan het academisch ziekenhuis, is geven aan de samenleving. En we zijn u daar heel erg dankbaar voor. Ik heb verzoek gedaan bij een donateur. En de donateur heeft het ingewilligd. En het is niemand anders dan meneer Suchit. Hij is de eigenaar van Bombay Suriname Tours NV. En ik heb met hem gesproken en hij is bereid gevonden om die beddenlakens te doneren. Ja, kijk goed. Meneer Suchit, heel erg bedankt. We kunnen dit natuurlijk heel graag gebruiken. Het is inderdaad zo dat er soms vanwege lakens de doorstroming niet zo niet optimaal is. En we gaan er heel goed gebruik van maken en we kunnen beloven dat we er heel zuinig op zullen zijn. Handigstuk denk ik aan afdeling Thoraxcentrum, juist. De bedoeling is dat we ook gaan doneren aan andere ziekenhuizen. Het Slans ziekenhuis, Wanica ziekenhuis, het militair hospitaal wordt meegenomen. En we denken ook eraan om helemaal naar Nikeri te gaan. Het is een hele bescheiden bijdrage. Natuurlijk is dit een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik zal mijn uiterste best doen om vaker te komen om de bescheiden bijdrage te blijven leveren. En we zullen ervoor zorgen dat u ons snel terugziet. Ja, dank u wel. Heel hartelijk bedankt.